De Microbit is een kleine computer die speciaal is ontwikkeld voor kinderen om te leren programmeren en de mogelijkheden van elektronica te ontdekken. Op het internet staan al een heleboel leuke voorbeelden van wat je er allemaal mee kunt maken. Bijvoorbeeld muziekinstrumenten, je kunt er robots mee bouwen of een alarm voor je kamer mee maken. Te veel om op te noemen eigenlijk. Nou, wat zit er allemaal op de Microbit? Als je naar de voorkant kijkt zie je twee knoppen, A en B. Die kun je zelf programmeren om te doen wat jij wil. De koperen rand onderin kun je gebruiken om andere dingen via clips en kabels op aan te sluiten. Aan de voorkant zitten ook nog 25 kleine LED-lampjes. Aan de andere kant zit een batterijaansluiting, een USB-aansluiting om hem met je laptop te verbinden of om een powerbank op aan te sluiten, een Bluetooth-antenne voor een draadloze verbinding met bijvoorbeeld je telefoon, een digitaal kompas, zodat de Microbit weet welke kant hij opwijst, een bewegingssensor of accelerometer, daarmee kan je beweging zoals schudden en snelheid meten, een resetknop om de Microbit weer helemaal op nul te zetten en de microprocessor, het hart van de computer. Er zijn verschillende online omgevingen en apps beschikbaar om de Microbit te programmeren. Je kunt een programma schrijven met blokjes code, een beetje zoals Scratch, maar ook echt programmeren in JavaScript of Python, twee verschillende programmeertalen. De Microbit is dus een kleine computer waarmee je kunt leren programmeren en allemaal leuke elektronische projecten kunt maken.